De Eerste en Tweede Kamer komen dit jaar samen om te herdenken dat het parlement weer aan het werk ging na de Tweede Wereldoorlog. Met dat initiatief komt Jan-Antonie Bruin, voorzitter van de Eerste Kamer, deze ochtend. Er wordt bij die herdenking ook stilgestaan bij de troonrede van koningin Wilhelmina. Geen gouden koets, maar een gesloten hofauto waarin de koninklijke familie onder het gebruikelijke eerbetoon zich naar de ridderzaal begeeft. Levende Staten-Generaal, gevoelens van diepe bevlogenheid mengen zich met die van vreugde en erkentelijkheid nu ik na 6 jaren van bittere strijding weer in uw midden verschijn. Ja, bijzonder moment, wat zien we hier? Hier zien wij 20 november 1945, de eerste keer na de oorlog dat er weer een Prinsjesdag was, dat er een troonrede was. Dat de Eerste en de Tweede Kamer samen vergaderden op het Binnenhof, in de Ridderzaal. En het was dus het herstel van de democratie. En ik heb het afgelopen half jaar dat ik voorzitter was me goed gerealiseerd dat in die oorlog het Binnenhof gesloten was. Er zaten de Duitsers, de Gestapo en de Sicherheitsdienst zaten daar. Het was geen parlement meer nee, actief. We hadden dus geen vrijheid van meningsuiting. We konden ook niet kiezen. Er zaten geen volksvertegenwoordigers. We gingen niet meer over onze eigen wetten. Het kenmerk van de democratie. En na de oorlog is dat hersteld op dat moment. En ik heb me dus voorgenomen, na overleg ook met mijn collega Khadija Ariep aan de overkant. Van de Tweede Kamer, van de Tweede Kamer. Ja. En ik vind het dus ontzettend leuk om dat ook hier bekend te maken. Dat wij op 20 november aanstaande gaan stilstaan in zo'nzelfde verenigde vergadering. In de Ridderzaal. Bij het feit dat we nu 75 jaar weer democratie hebben. En hoe moet ik dat voor me zien? Hoe ziet dat er concreet uit? Een verenigde vergadering is altijd een vergadering. Prinsjesdag is bijvoorbeeld ook een verenigde vergadering. De inhuldiging van de koning is een verenigde vergadering. Beide kamers bij elkaar. Dan zijn beide kamers bij elkaar onder voorzitterschap van de Eerste Kamervoorzitter. Ik mag op Prinsjesdag ook roepen leve de koning. Het was nu voor het eerst. Even bang dat ik zou roepen leve de koningin. Want ik heb vooral koningin in mijn leven. Oh ja, maar dat ging goed. Ja, dat ging gelukkig goed. Dus die komen dan bij elkaar. En in dit geval dus om stil te staan bij het feit dat we 75 jaar geleden herstel hadden van de democratie. En het is naast alle herdenkingen ook belangrijk om hierbij stil te staan. Wist jij hier iets van die periode over het parlement dat niet actief was? Nee, eigenlijk niet. Wij kwamen naar Nederland in 1993, dus het duurt een paar jaar. Uit Libanon, toch? Uit Libanon, ja. Dus het duurt een paar jaar voordat wij helemaal gesetteld zijn hier. En dan krijgen we dit allemaal niet mee. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik dus ook niet. Ik heb het niet in mijn geschiedenisboeken gelezen of ik heb het overgeslagen, dat gedeelte, maar ik geloof het niet. Is er te weinig aandacht voor? Ik denk het wel, maar misschien is er ook weinig aandacht voor omdat we een goed lopende democratie hebben. Maar democratie is een groot goed en als het verliest is verschrikkelijk. Hè? Toen ik 16 was, ging ik op tienertour naar Griekenland. En toen was er een kolonelsbewind. En ik weet nog dat we daar in een klein dorpje kwamen. En mensen zeiden, we hebben twee problemen. Armoede en een gebrek aan democratie. En dat laatste vinden we een veel groter probleem nog dan die armoede die al verschrikkelijk is. Ja. En dat ben ik nooit vergeten. Die spandoeken met democratie erop. U wilt dat dus herdenken. Moet ik voor me zien dat iedereen echt een momentje stil is? Of worden er toespraken gehouden? Heeft u daar ideeën over? Nou, we zullen in ieder geval jongeren daarbij uitnodigen. Want het is ook voor hun toekomst heel belangrijk. We zullen daar natuurlijk veteranen uit de oorlog bij uitnodigen. Mensen uit het land. En dat programma gaan we nu verder invullen. We zullen kijken hoe. Maar dat wordt natuurlijk zowel plechtig als ook feestelijk. En dat kunnen we ook volgen op televisie? Dat zal zeker live worden uitgezonden.